Hey, wie staat dan? Dat is de buurman. Ja, hij zit heel niet in de trekker. Het is een beste jongen, die Bob. Maar dan ga ik zelf maar even zaaien, want het moet toch verzaaid worden. Zo, het veld is ook weer ingezaaid. En als het goed is hadden we een mailtje gehad van de gemeente over onze plannen voor het uitbreiden van de boerderij. Of dat nou mocht of niet, dat soort dingen. Want ja, als we niet uit mogen breien, dan ja, dan groeit de boerderij ook niet echt. Dus, en we hebben wel koeien nodig om te groeien, want zonder koeien geen melk, en zonder melk geen geld. Zullen we zo eens even gaan kijken dan, maar eerst even trekken schoonmaken, want hij is aardig vies. Zo, want die ziet ook niet uit. Ja, van werken wordt hij vies, dat is logisch. Maar als je er klaar mee bent, wordt hij ook weer schoon in de schuur. Van, dat is behoud van je machine. Saaimachine schoonmaken. Dan gaat hij ook naar een donder als je niet... Al het grond al wat tussenuit. Zo. Dan zou ik onder de kapschuur zetten. Ah, die past hier nog wel. Dan gaan we eerst even gauw naar binnen. Even de computer opstarten. Want ja, mijn telefoon heeft niet bij, ligt binnen, dus ik moest sowieso naar binnen. Dan doen we gauw even een bak koffie voordat Sander komt. Want dan moeten we... Ja, de balen bij elkaar rijden, oplaaien. Dus dat kunnen we even rustig doen. Zo, bak koffie. Nou, ik heb de mail van de gemeente gelezen. De vorige boer, Frans, die mocht niet uitbreiden. Daarom is hij ook verhuisd. En ik had nog wel de kans dat ik uit mocht breiden. Maar dat zit er ook niet in. Ik mag wel een paar koeien hebben. Ik mag wel koeien hebben. Maar ik mag geen stal bouwen. Dan kan ik hier wel een paar koeien houden. Dan moet ik even een hek in maken. Dan kunnen de koeien hier lopen zo. Die kunnen daar lopen. Maar ik mag geen stal bouwen. En dan, ja, dat is meer een hobbyboertje. Maar ik kan geen koeien melken. En ik heb daar nog een melkstal staan, die schuur. Maar dat is allemaal verouderd, joh. En dat, ja, daar heb je helemaal niks aan. Dus ik zei bang dat ik nog een baan moet zoeken ook. Anders kan ik dit helemaal niet... bekostigen. En waar die Bob nou is, ik weet het ook niet hoor. Hij is nog steeds niet terug. Maar ja, ik zat hem zo wel eens even bellen. Dan zie ik het wel. Zo, nou is het alleen nog maar wachten op de buurman. Ik heb alles even klaargezet. De platte wagen, de voorlaaiers eraan gekoppeld. De balenprikkers eraan gemaakt. En nou is het wachten op de buurman. Ik weet niet hoe, het is 5 uur, dus hij zal zo wel komen. Ik wacht binnen wel even. Nou, de koffie was lekker. De buurman zou ook zo wel komen, denk ik. Dus, want het is nu al 5:30. Ah, daar is hij. Hey. Hallo. Hey, hallo kerel. Ik heb het land klaar met balen van mij. En zoals we hadden afgesproken, zou ik rond deze tijd bij jou zijn om eventueel jou te helpen met balen. Hey, super, super. Ja, ik heb alles in de wies liggen hierachter. Dus, Oké. Ja, Bob zou ook helpen, maar ik weet heel niet waar Bob is. Hij was nog één keer weg, want hij was aan het saaien. Maar ik heb ook alles zelf af kunnen maken, want het is best jong, maar je kan er geen hoogte van hebben. Je kunt er geen touw aan trekken, zeg maar. Nee. Nee, oké. Okay. Maar het is hier achter de deur. Als je doet gepesten, dan doe ik het gelijk oplaaien op de platte wagen. Dan gaan we dat doen. Ja, is goed. Super. Yes? Nou, dan pak je een meetrek en dan ga ik gauw achter de buurman aan, want dan kunnen we gauw die bal oplaaien. Hey Niels. Hey, ben jij er ook weer? Oh, ja,
Ik had een klein telefoontje gekregen van een vriend dat ik even bij hem op de boerderij moest helpen. Oké. Okay. En ik moest tegelijkertijd direct vertrekken, want hij had heel veel werk. Oké, okay. Dus, ja. Ik heb nu direct een telefoontje teruggestuurd van ja, ik ga eerst mijn ene vriend helpen. Dat ik daar klaar ben. Ja. Ja, dan vertrek ik nadien terug. Ja, ik had wel even mogen melden dat je wegging, want ik ging bij het zaai kijken en er was niemand meer. Ja, maar, nee, ik weet het, was stom aan mij. Maar ik heb trouwens ook slecht bericht gehad. Ik mag niet uitbreien met de boerderij. Maar heeft die vriend van jou ook werk voor mij? Want ik mag niet meer, ik heb een brief van de gemeente gehad. Ik mag geen koeienstal bouwen, dus ik kan niet uitbreiden. Ik weet niet of die... Ja, die heeft wel werk voor u. Oké, okay, dan die heeft redelijk veel werk. Als jij mij wil helpen, want de buurman is aan het pessen, dan kunnen wij mooi de bal ophalen. Pak jij de fort, dan pak ik de MB-trek. Ik ben wel benieuwd hoe ver de buurman al is, want en hoeveel die gemaakt trouwens. Oh kijk, de eerste ligt hier al. Ik kan Bob mooi oplaaien. Kijk, mooi, de eerste pakken staan erop. Dan het andere veldje toe. Ik hoop wel dat die vriend van Bob mij aan wil nemen, want dan is ik wel een probleem, denk ik. Ander werk gaan zoeken. Hier, want hier in de buurt is niet zoveel, maar... Zo, zetten de wagen hier neer. Dan draaien we de stoel even om. Oh, er liggen toch een mooi paar baltjes, dat is niet verkeerd. Echt waar, wat heeft Bob nou weer gedaan? Dat bedoel ik. Het is een beste jongen, maar hij is soms best wel lomp. Ah ja, ze had hij van Pasalee ook al, daar reed hij heel hek eruit. Daarom heb ik bij deze wei geen hekken, maar die heeft Bob er ook uit gereden. Stoel weer draaien, dan rijdt iets makkelijker vooruit. En dan gaan we deze bak even lossen. Zou ik eens met Bob samen naar die vriend van hem gaan? Kijken of hij van mij ook werk heeft. Hey, wat de buurman. Hey, Niels, alles goed jong? Ja, best met jou. Het zijn mooie pakken geworden trouwens. Ja, het waren er niet zo heel veel, omdat het land natuurlijk niet zo heel groot was. Nee, maar voor mij is het genoeg. Hey, maar Niels, ik had even een kleine mededeling voor jou. Oké, hier ben dan. Nou, ik heb dus echt een gigantisch goed aanbod gekregen, omdat ik eigenlijk ook hier op deze boerderij, of in ieder geval op deze handelaarsplek, toch wel weinig plek had voor mijn apparatuur en mijn spullen. Ja. En ik heb een aanbod gekregen om in een ander dorp nieuw te kunnen beginnen, maar met veel meer ruimte. Oké, okay. Oh, nou, in ieder geval goed nieuws. Ja, het lijkt me fantastisch. Kijk, want ik had ook al gehoord dat jij je niet mocht uitbreiden hier. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is wel echt klote, dus... Bob gaat trouwens bij mij weg. Die kan ergens anders werk vinden. En okay. misschien heeft diegene ook wel werk voor mij. Daar gaan we nou zo aan de vragen. Ja. Nee, nou, dan wens ik je in ieder geval heel veel succes. Ja, ik jou ook. Ja, maar we gaan misschien elkaar ooit in de toekomst nog eens zien. Vast wel een keer goed. En anders kom ik gewoon een keer koffie drinken. Ja, dat lijkt mij sowieso een goed idee. Nee, dat is goed, ja. Hey, doe het rustig aan. Spreek je nog een keer. Dan ga ik verder met de boel regelen. Yes, oké, okay, houdoe. Yo, dat is. Nou, dus ik trek even hier neer. En dan gaan we eens even voor ander werk kijken. Hey Bob, doe jij rijden dan? Want jij weet waar het is. Ik weet niet waar het is. Ja. Daar stap ik wel bij jou ernaast in. Nou, dan gaan we, Bob. Ja. En wat voor bedrijf is het eigenlijk? Het is een heel groot akkerbedrijf. Oké. Okay. Met alles erop en eraan. Hij heeft allerlei machines, heel groot. Ja. Dus ze zijn nu ook bezig in de bosbouw. Daarmee dat ze redelijk wel wat werk hadden. En hoeveel man werken er nou dan? Nu 2 man. Oh, dat is niet zoveel, nee. Nou, dat was een behoorlijk tripje. Ja, zeg dat wel. Ja, dat is wel een mooi stadje hier. Ja. Nou, een grote kerk hebben ze hier. Ja, een heel grote kerk. Is die boerderij ver rijden of niet? Nee, we zijn er bijna. Deze rijden we zelfs naar rechts en dan is het nog 1 rondpunt en dan zijn we er bijna. Oké. Okay. Kijk daar links aan de linkerkant is. Ah, nou, dat is een grote boerderij. Ja, wat zei je nou? Hadden ze allemaal productie en dieren en akkerbouw? Ja, productie zijn we nu mee gestart. De dieren, daar zijn we nu ook nog mee bezig. Maar we zijn eerst alle voorraad nu aan het opslaan, zodat we de dieren kunnen aankopen. Oké, okay, ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat ze me aan willen nemen. Want ja, ik hoop het voor jou ook. Ja. Maar ja, als jij zegt als dit met z'n tweeën rommelen. Hier is het de trap met Bob. Ik doe je volgen. Hierboven is kantoor of zo. Ja, hierboven hebben we het kantoor. Daar zit normaal de baas. Oh, hey Stef. Hey Stef. Hey, goeiedag. Ik ben teruggekomen. Ik heb een vriend meegenomen. Ja, ik zie het. Goeiedag. Goeiedag. Bob had erover dat hij jullie ook nog wel
mensen zochten. En ik, ja, ik zit eigenlijk, mijn boerderij, ik mag niet uitbreiden. Hm? Dus ja, nou, ik wou... Dus jij zoekt ook werk? Ik zoek ook werk, ja.